MRA, Florence Warner, hit tip. You're moving in ghosts, oh no. Here I am, so far away from you. The heartache is over now. Looks like we made a fool out of love. About a holding on. Something said, oh, that it turns us on. Only once, making it easy to fall in love. Hold it twice, keep it between us and call it love. Te krijgen van een plaat, maar dit vind ik een heerlijke plaat. Hold me once! Misschien dat je de dame nog wel kent. Samen met Demis Roussos in de ATT-tijd van vroeger. Als meer top 10 van vroeger stonden ze namelijk ook. Dat is een van de laatste top 10's toen wij de lucht uit gingen. Toen samen met die dikke man Demis, tegenwoordig is afgevallen een paar kilo. Toen zongen zij Lost Without Your Love. Het is 5 minuten over de klok van 1. En bedankt Antonio voor je aandeel tussen 12 en 1. 93,4 MHz MRA. Tussen 1 en 2 het programma Crunchpop met Rick de Vries. En de heer Da Costa had eigenlijk een verzoekje moeten behandelen, maar die heeft even aan mij doorgeschoven. Van de heren van Cyclus. Geschreven door Arie Pechlam. Wat een pech had die man. En hij vroeg een plaatje aan voor alle mensen van Radio Cyclus. En alle luisteraars die zondag en vrijdag op deze mensen zijn afgestemd. Voor die mensen dan gelijk maar even een verzoekje, anders luisteren ze helemaal niet meer. En het verzoekje moet zijn Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. En Down on the Corner. Wat een naam hadden die gasten. Samen met John Fogerty destijds. Elke zaterdagmiddag met Rick de Vries op MRA. Dat was deze dus. Dat zeggen we toch goed nu, hè? Goedemiddag, blij dat je erbij bent. Mijn naam is Rick de Vries dus, zoals je net hoorde. En ik ga je even vergezellen. Handjes vasthouden en dergelijke. Dat er met 2 uur. En daarna mag u het gaan doen met Johan Visser. Alhoewel, die heb ik nog niet gesignaleerd. Wordt tijd, jongeman. Waar blijf jij? Early in the evening, just about supper time. Waar is hij? Over by the courthouse, it's starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out. In the street.
boy twangs the rhythm out on his Kalamazoo. And Willie goes into a dance and doubles on the zoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the folk boys are playing, bringing his belt happy feet. Ga eruit. De ruiter even binnen, gelijk een grote mond natuurlijk. Mijn moeder zei vroeger altijd, als je het over de duivel hebt, dan trap je hem op zijn staart. En verdorie, dan staat die visser achter je. Dat heb ik nog niet gezien eigenlijk. Zien we hem zo meteen al? Is hij kaal? Is hij kaal? Ik heb mijn tijd niet meer gezien. Hé, hey, visser, ben je kaal? Ik zie, ja, daar is hij, daar is hij. Tijd niet gezien, meneer Visser. Hoe gaat het met u? Nou, niet zo hard op de rug slaan. Lokale informatie en muziek vindt u hier bij MRA. Dus het oude geweld gaat zometeen ook weer van stad. Wat dacht je daarvan? Reken maar van yes. Zegt u? Oh, u had het al door. You better, you better, you bet. Kom ze van de LPV, Dancers, hier zijn de heren van de Hoe, nummer 10 in de Nederlandse. Oh, you wanna telephone my boys to rough for cigarettes. I sometimes feel I should just go home, but I'm dealing with a memory that never forgets. I love to hear you say my name, especially when you say yes. I got your body right now on my mind, but I drunk myself back to the sound of old T-Rex. Sound of old
van de Who. Wat een plaat, hè? Een dromsoplaat die als een huis staat. En niemand had verwacht dat hij zulke hoge ogen zou gooien. En jou, hè? Hij doet het toch mooi, hè, joh? Terwijl reken maar van Yes. Vrij vertaald. Just like a knife. Just like a knife. Heerlijk om zulke platen weer eens even te horen. Zulke zijn ook niet te versmaden. Maar het is een prachtplaat. Komt uit de jaren 60. Het is een hele pessimistische plaat. Als je tenminste naar buiten kijkt, zou je het ook bijna gaan geloven ook. Zou de zon nog gaan schijnen, zou die dan toch achter de wolken blijven. The sun ain't gonna shine anymore. Hier zijn de heren van The Walker Brothers. Loneliness is a cloak you wear. A deep shade of blue is always there. Zon zou toch best wel hier mogen. MRA. MRA. Nou, hier zijn de Jacksons. Wederom een plaat uit de lijst, maar dat was ook de bedoeling van dit hele programma. We zouden oud, nieuw gaan draaien. En hoe hoog je in de Aals meer op 10 staat, dat vertel ik je niet. Dat beluister je zo meteen maar tussen 4 en 5. Ik ga je wel vertellen hoe hoog je de Nederlandse lijst staat op nummer 5. Het is 15 minuten over de klok van 9. En welkom op Music Radio Aalsmeer. We zijn bij u tot per 7 uur. Look around, the whole world's coming together now. They... Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Feel it in the air. The wind is taking it everywhere. Yeah. Can you feel it? Spread the word and try to tease them in. You're as crazy as the other. Can't wait for
Van 1 tot 2, Rick de Vries. Daar komt Torgel aan. Doe wat centen in het bakje. Ik heb wel wat programma's gegeven. Wat programmanamen en hoe laat ze zijn en zo. Ik heb een beetje kriskras door elkaar gedaan. Dus vandaar dat ik nu even een opzomming gegeven. Van nu tot en met 7 uur. Tot en met 2, ondergetekende Rick de Vries. Van 2 tot en met 3, Johan Visser. En van 3 tot en met 4, Johan Veldkamp. Van 4 tot en met 5, de Aalsmeer tot 10, Sint Steijden. Met Johnny Pozen. Van 5 tot 6, Mike Perenboom en de populaire populiere show. En tussen 6 en 7, Als van Ouds, Ben Sprits en de Wereldhits. Terug naar 1973, hier is Kajak. Yes, I feel like I'm mama's today. Like I'm going to die. Yes, it seems I'm lost anyway. And I'm finding out why. About your social crimes, you can feel the ice melt. Maybe tomorrow. In het bakje. Kwartje voor het orgelman. Leuke muziek was al destijds in 1973. Volgens mij is dat samen opgenomen met de Arabier. Toen kwamen ze in 1979 met de Dutch Organ Group. Nou, die plaat lijkt nergens op. Dan hoor ik liever deze. Hier is een plaat die onze speciale aandacht verdient. Omdat het namelijk uit de regio komt, deze plaat. Frank T. Spanker. And give me an answer. I'm sitting here, staring at the phone.
should I call you? I'm feeling all alone, but I'm afraid something has changed. Remember the morning that you came calling upon me to ease my lover's pain, but I'm afraid Pop noemen wij dit. Van een leraar van een school. Waar die precies vandaan komt, dat weet ik niet. Ga ik ook niet zo over zeggen. Misschien wil die man dat ook allemaal. Ik vond een hele mooie plaat. Je hoort hem steeds meer op de radio. Maar ook op de collega's van ons. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Waarvoor zitten we anders hier? Gewoon niet voor Jan met de korte achternaam. CQ Jan Boterletter. 4,5 minuut voor de klok van half 2. Ik kan wel aardig klok lezen vandaag. Tussen 1 en 2, Rick de Vries. Hoe is die man dan? Zeg het omroep gidswijzer. Kijk eens wat we hier hebben. Een heel aardige plaat uit 1969. Dat was een double A-side plaat. Aan de ene kant stond Honky Tonk Women, aan de andere kant stond deze. Her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a poisonous man. You can't always get what you want. Mr. G.
Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. No. You can't always get what you want. You can't always get what you want. No. But if you try sometime, you just might find. What you want, en dat stond op de andere kant van die single Honky Tonk Women. Music Radio Aalsmeer. Over naar de hedendaagse herrie. Maar dit is echt herrie. Maar dat is ook wel lekker op zijn tijd. Kan je even op afreageren? Mocht je toevallig in de examentijd zitten en je zit aan het leren, gooi je boeken maar even in de hoek en dan gaan we mee zitten blaren met Powerplay en Love Can Break Your Heart. I remember those nights in the city where we used to play rock and roll. You were a star and she was so pretty. You could be the song. Then one night we were waiting, but you were not there. I hurt you, let you down. It's the end of a love affair. Love can break your heart. Love can break your heart. Love can break your heart. I went out to your place. You said you'd never play guitar again. Tears were running down your face. You said you'd never be a star again. I said there's so many broken-hearted people living in this world today.